Goedenavond allemaal. Oh, staat heel hard. Goedenavond. Welkom in de Bali en welkom bij deze speciale editie van Toonzetters. U hoorde ze net al, geef een heel hartelijk applaus, het Dudok Quartet.
Mijn naam is Marlijn Geurts. Ik ben programmamaker bij de Bali. En een van de allerleukste series die ik mag maken is Toonzetters. Daar zijn we ongeveer een ruim een jaar geleden mee begonnen. En het idee achter deze serie was om eigenlijk het kunstenaarschap van toonaangevende muzikanten uit Nederland centraal te stellen. En dat we met allerlei verschillende soorten muzikanten hebben dat gedaan. Echt van jazzartiesten tot klassieke muzici. Dus Typhoon is langs geweest. We hebben een aflevering met Benjamin Herman gemaakt. Maar ook met Lisa Versman, de beroemde violiste natuurlijk. En eigenlijk wilden we een beetje de schermen doorbreken met dit programma. En niet het moment laten zien dat je ze helemaal klaar op het podium ziet, waarbij ze enorm hard hebben gerepeteerd en de uitvoering ziet. Maar eigenlijk een paar stapjes terug te doen. En eens te kijken van, hoe komen ze eigenlijk tot die muziek? En hoe denken ze na over muziek? Wat is hun maatschappelijke rol volgens hun? En waardoor, door wie zijn ze geïnspireerd? En dat proberen we in deze serie te doen. Dat hebben we tot nu toe altijd met solo-artiesten gedaan. Maar ik zit vanavond ineens met vier muzikanten. Dat komt eigenlijk omdat de Strijkkwartet Biennale aan ons vroeg van, nou, wij hebben vanaf morgen is dat de Strijkkwartet Biennale. Zou het niet leuk zijn als we aan de vooravond een inkijkje geven in een strijkkwartet? Dus vandaar dat we hier zitten. Daar gaan we dus met hun ook proberen dat een paar stapjes terug te doen en een inkijkje in hun dagelijks leven. Wat zijn ze allemaal aan het doen voordat ze dit kunnen? En we hebben ook nog twee speciale gasten vanavond die ook onderdeel van het programma zijn. We zijn heel vereerd dat Immer Dross hier is. Die zullen vanavond horen. En ook Joey Raukens, componist die met het strijkkwartet werkt. Ik was eerst even benieuwd voor de mensen die hier in de zaal zitten. Wie is groots fan van het Dudok-kwartet en heeft al heel veel gehoord? Oké. Nou, valt mee. Voor wie is de allereerste keer dat ze het Dudok-kwartet horen? Nou, ook best wel veel. En wie is hier zelf muzikant? Oké. Mag ik even aan... Wacht, ik pak heel even een microfoon, want dan ben ik wel even benieuwd voor de muziek. Ik loop even naar u, want volgens mij had u ook een vraag. Wat hoopt u vanavond te horen? Mag ik dat vragen? Ja, zeker. Ik ben altijd heel benieuwd hoe strijkkwartet zo lang volhouden samen. Om echt dag in dag uit met elkaar op te trekken en de oneenigheidjes te overwinnen. Want zit u zelf in een strijkkwartet of niet? Oké. Okay, iets heel anders. Oké, nou dan gaan we een poging toe doen. Ik pak even een stoel erbij. Zo. En dan mag Judith er stoel een klein beetje zo doen, want anders dan ziet niemand jou meer. Zo. Ja, ik zat net naar jullie te kijken en toen dacht ik, dat ziet er zo vlekkeloos en zo moeiteloos uit. Toen dacht ik, hebben jullie het idee dat je hard aan het werk bent als je aan het spelen bent? Of is dat meer gevoelsmatig? Bij zo'n concert eigenlijk niet meer. Nee, dat omdat je het moment, al zo vaak gespeeld ja, hebt. Ja, ook, maar dat is ook het moment dat je het los kan laten eigenlijk. De repetities zijn wel hard werken. Ja, maar nu is het, dan ben je meer aan het genieten. Ja, nou ja, het is altijd genieten tot op zekere hoogte. Hè. Je hoort wel eens dat je dan helemaal meegevoerd wordt zelf en zo. Dat zou heel mooi zijn, maar dat gebeurt bijna nooit. Zeker niet als strijkkwartet, omdat je altijd nog drie anderen ook erbij hebt. Dus je kunt niet je ogen dicht doen en helemaal in jezelf opgaan. Dan verstoor je de boel. Dus het is. Hebben jullie wel eens een moment gehad dat je echt met z'n vieren dacht, ja, nu zitten we allemaal op ons best van ons kunnen. Dit was het beste concert ooit. Of is dat altijd per persoon verschillend? Ja, ik heb wel eens gehad dat ik dacht dat we dat met z'n vieren hadden. Ja. Dat bleek niet zo te zijn. Nee, volgens mij komt het wel eens voor, hoor. Ja? Ja. Maar ook wel eens niet. En als jullie zo net aan het spelen zijn, heb je dan nog een moment dat je denkt, ah shit, die noot had ik net zo moeten doen? Ja, aan de loop. Ja, een keer of 10. Oké. Ja, dus het was niet vlekkeloos nog steeds. Dat al keer 4. Ja, ik ben wel benieuwd wat er zou gebeuren als je ons een hersenscanner op zou zetten. Want volgens mij, er gaan echt 1000 gedachten per seconde zo'n beetje door je hoofd. Maar we zijn zo gewend om dat te laten gebeuren. En dat is heel normaal, maar er gebeurt heel veel. Ja. Ik vond het heel raar om die eerste regel in mijn eentje te spelen. Ik vergat daardoor ook een positiewisseling die ik daarna, normaal als we het met z'n vieren spelen, ja, gaat die vanzelf. En nu moest ik daar ineens heel erg over nadenken. Want speel jij nog wel eens in je eentje? Ja, ja. Maar, ik ja, hoop dat je wel studeert. Nee, maar ik bedoel meer dat je in het echt ook in je solo speelt. Nou, niet zo vaak. Nee. Nee. Dus jullie zijn helemaal gewend aan dat je dit altijd met z'n vieren doet. Ja. En dat is nog even voor de mensen die geen muzikant zijn. Hoeveel, ik weet niet of je dat kunt uitdrukken, maar hoeveel van
elke maat en elke noot is helemaal ingestudeerd? Of is dat, voel je dat ook een beetje aan per concert van, oh, nu gaan we deze kant op en nu gaan we die kant op? Ik denk dat we tijdens het repetitieproces proberen we elke noot en elke maat op elke mogelijke voorzienbare manier te leren. Ja. Maar dat zijn er veel meer dan je op één concert kan laten horen. Mm-hmm. En op een concert spreken we niet van tevoren af, nu kiezen we optie A, paragraaf 3. Maar dan gaan we gewoon spelen. Ja, maar er zitten wel een aantal opties in je hoofd waarvan je denkt, ik zou die kant op kunnen. Ja, op ja en zo. Vaak volgt het ene logisch uit het andere en voel je dat samen aan. Ja, ja. Dus als je een bepaald tempo kiest, dat daar hoort dan ook een bepaalde dynamiek bij, zeg maar. Dat zijn dan twee losse dingen. Ja. En dit is een, hoe vaak spelen jullie dit stuk specifiek? Nou... Is dat jullie vaste repertoire? Jawel, maar het gaat wel vaak in periodes. Dus dan heb je dit weer een tijdje op het repertoire en dan weer even af. Dan komt het er weer op. Maar we hebben het al best veel uitgevoerd, in totaal. Ja. Een keer of 30? Ja, maar niet allemaal met Marie-Louise erbij, want die is het nieuws. En kunnen jullie nog een soort van... Als we even naar de repetitie gaan, dat jullie voor de eerste keer aan dit stuk gaan beginnen. Dat, misschien kan dat niet, omdat jij er nog niet bij was. Maar hoe begin je dan? Nou, eigenlijk elke keer als we opnieuw daaraan beginnen, dan beginnen we ook weer echt opnieuw. Dus helemaal van ons. Nou ja, we gaan beginnen vaak met langzaam spelen, omdat er is zoveel informatie. Iedereen heeft de hele tijd belangrijke dingen te doen. Dus dan doen we het toch weer even langzaam om echt te horen wat er allemaal gebeurt aan akkoorden en harmonieën. En nou, dat is eigenlijk het eerste, ook een beetje objectief eigenlijk. Zonder dat je er meteen iets op gaat leggen van het moet zo snel, het moet zo hard, het moet zo zacht. Want het zijn namelijk allemaal oppervlakkigheden. Ze proberen echt te begrijpen waar die muziek echt over gaat. En hoe kom je dat daar? Wat denk ik voor ons het sturend is... Dat we het op de repetitie zo langzaam spelen dat we alle vier onze eigen partij horen en die van de ander. En daarvoor moet je het dus veel langzamer doen dan normaal, want normaal ben je inderdaad ook aan het jongleren en aan het tijgeren en weet ik veel wat. En meestal doen we het dan zo langzaam en dan stoppen we even en dan komt er bijna altijd bij een van de vier wel een idee, een kleur, een woord of een scène. Of een geur, of een andere zintuigelijke waarneming. Zo van, hey, ik ervoer nu een beetje dit. Zullen we die weg wat verder gaan verkennen? Dat is dan eigenlijk een soort maakproces. Het is eigenlijk, ja. Ik bedoel, de muziek bestaat al. Ja. Maar dan gaan we kijken wat het bij ons oproept. Ja. Zonder dat we van tevoren gaan denken, onze favoriete opname klinkt zo en die gaan we naspelen. Ja. En hebben jullie dan, want dan, dat is best wel intuïtief. Of tenminste, als je zegt van het gaat over kleuren of geuren, dan kan me voorstellen dat jouw kleur echt iets totaal anders is dan van een van de anderen. Is het moeilijk dan om tot één gedachte te komen met z'n vieren? Ja, er is wel eens wrijving. Nee, soms is het ook de bedoeling dat iemand een andere kleur heeft dan een andere. En dat het samen... wel een geheel is. En dat je juist daardoor ook de verschillende stemmen kunt volgen als ook individuele stemmen. Want het is heel gaaf als het één blok is, maar wij vinden het juist ook heel mooi als je daarbinnen alle individuele schakeringen kan horen. Want hoe lang spelen jullie nu in deze formatie? Drie jaar. Ja. Marie-Louise kwam een jaar of drie geleden en Marleen en Judith en ik spelen sinds 2009. Bij elkaar, dat is best wel lang. Ja. En hebben jullie, toen jullie begonnen als muzikanten, hoe zijn jullie toen begonnen? Zaten jullie eerst in een orkest of ben je al heel snel naar het strijkkwartet gegaan? Dat verschilt een beetje. Voor mij kwam het strijkkwartet na mijn studie. Okay. Ja. Ja, Judith en ik begonnen al met af en aan strijkkwartet spelen toen we begonnen aan het conservatorium eigenlijk. Dus toen we 18, 19 waren. En dat deden we dan 4, 5 jaar. En toen besloten we, oké, misschien kunnen jullie hier wel je beroep van maken. Ja. Strijkkwartet spelen. En toen zei de tweede violist die we hadden,
dat zie ik niet zitten. Ik wil eigenlijk heel veel andere dingen doen. En hij zag al dat dat eigenlijk bijna niet kan. Als je dit echt wil doen, dan... Dus je kunt, als je eigenlijk als muzikant een strijkkwartet vormt, dan is je hoofdmoot is het strijkkwartet. En dat is heel moeilijk om daar dingen buiten te doen. Ja. Als je het goed wil doen. Ja. Als je het goed wil doen. Als je het zo goed als jullie wil doen, dan wel. Ja. Er zijn wel strijkkwartetten die op aardig niveau komen dat ze afspreken. Wij doen dit alle vier 50% en we doen er voor 50% andere dingen naast. Maar niet aan de wereldtop. Dus, en daar willen wij toegerekend worden. En bij gaan horen. Hoe zeg je dat aardig? Ja. En om een beetje een beeld te schetsen van wat is nou voor jullie het grootste verschil tussen in een orkest spelen of dit doen? Het is meer vrijheid. Ja. In een orkest zit je toch met 16 anderen in een groep. En hier heb je toch je eigen stem. Ja. En in een orkest niet per se. Ja. Ja, voor iedereen is dat. Je kan artistiek veel meer je ideeën kwijt. Ja. En want is dat altijd, hebben jullie dan, want je kan zijn met vier en dan is dat idee is natuurlijk, dat is allemaal individueel, dus jullie doen het allemaal gelijk. Maar is dat in de praktijk zo dat dan jullie precies evenveel altijd inbrengen? Of is dat stiekem er zijn kwartetten die zetten een timer en dan mag iedereen een kwartier komt daar. Ja, die heb je. Maar wij hebben dat wel eens geprobeerd. Maar dan wordt het een beetje opgelegd. Ja. En je hebt niet altijd evenveel inspiratie. En het is natuurlijk zo dat we zijn allemaal verschillend. Dus de een die trekt iets sneller zijn mond open dan de ander. Ja, en wij hebben, hoe wij werken is juist dat de ideeën vorm krijgen door heel snel heen en weer te pingpongen en te schakelen. En ook wel eens door elkaar heen te roepen. Nee, maar ik vind dat, op een bepaalde manier kom je dan ook wel sneller tot de kern of zo. Ja. Ik denk dat we in wisselende mate inderdaad de rol van een soort van spelverdeler wisselt altijd tijdens de repetitie. Maar het vergt wel altijd van alle vier volledige aandacht en inzet. Dus ook als iemand anders zegt laten we dit proberen, moet je alle vier voor 100% dat proberen. Ja. Dus dan is het niet van, dan is het idee de aanzet van iemand afkomstig, maar het is een product van vier mensen. Ja, en je moet er uiteindelijk alle vier achter staan. Als er één iemand is die het echt niet wil, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nee. Want dan werkt het ook niet. Want ik denk het belangrijkste wat je wel altijd moet doen, met behoud van die individuele inbreng, is dat je dezelfde richting maakt. Want de spanningsopbouw is bij elk verhaal en muziekstuk gewoon het allerbelangrijkste. En daarvoor moet je weten, gaan we nu een beetje sneller met z'n allen, of gaan we een beetje vooruit of achteruit, of staan we stil? Dat is eigenlijk wat je echt samen moet doen altijd. Ja. En toen ik jullie voor de eerste keer sprak, toen zeiden jullie van, we geven eigenlijk best wel vaak cursus leiding geven aan andere mensen. Wat kunnen jullie dan aan andere mensen leren? Hoe het is om dus niet de baas te willen zijn. Ja. Ja, en tegelijkertijd wel, want we moeten alle vier een hele sterke mening hebben en een heel sterk individu zijn. Maar je moet ook elkaar de ruimte geven. Ja, dat je moet erop kunnen vertrouwen dat je de andere drie volledig laat doen wat zij willen. Terwijl je zegt, doe dit. In een repetitie af en toe. Dus je moet dan, en als jij degene bent tegen wie gezegd wordt, hey, we gaan dit doen. Dan moet je erop vertrouwen dat dat de goede trouw is. Dat niet zo is van, ik ben de baas en ik zeg dat je dit gaat doen. Ja. En hoe valt het in van die hele hiërarchische bedrijf? Het hangt een beetje vanaf waar je komt. We hebben namelijk wel eens een groep onderwijzers gehad. En die konden het best wel goed begrijpen. Die zijn natuurlijk ook heel erg eigen baas. Als je in je eentje voor een klas staat, dan moet jij proberen daar iets van te maken. En die zijn ook behoorlijk creatief, althans noodgedwongen vaak. We hadden een keer een soort hogere managementlaag. Van een scholengroep. Ja, en die zeiden ik moet gewoon eigenlijk toch dat doen wat mijn bedrijfscultuur van me vraagt. En dat wat jullie doen, dat kan bij ons op de creatieve afdeling, maar dat mag ik niet. Ja, en ze zeggen ook altijd, maar jullie vinden het natuurlijk heel leuk wat jullie doen. En dan denk ik, maar we vinden het heus niet altijd leuk. Nee. Of eigenlijk ook heel vaak, heel vaak niet zo leuk. Nee, natuurlijk niet. Het lijkt allemaal heel leuk, maar het is ook heel hard werken en... niet altijd even gezellig en zo. Dat is niet leuk. Maar wat doen we er eigenlijk? Vaak ook wel. Maar goed, we weten waar we het voor doen. Ja.
En dus hou je het ook met elkaar uit. Hoe meer je het doet, hoe meer je ook geconfronteerd wordt met... Ik kies ervoor om dit zoveel uren in de week te doen. En om weinig vrije tijd te hebben. En te doen wat de mensen van je vragen op een gegeven moment. Je bent een soort publiek bezit, toch? Van de mensen die naar jouw concerten komen. Dus dan kun je maar beter leuk maken. Ja. Dan kun je maar beter heel veel plezier halen uit die muziek. Want voor een beeld voor de mensen hier in de zaal zitten. Hoeveel uren repeteren jullie met z'n vier? Zes per dag. Ja. Ja. Zes dagen per week. Zo. Ja. En dat is dan zonder optredens nog? Ja. 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 Is dat normaal voor een strijkkwartet? Ja, dat is wel vrij normaal. Ja. En daarnaast studeren we ook nog zelf. Jeetje of twee. Kijk, ja, het verschilt een beetje, want we waren deze week in Amerika op tournee. Ja, dan zit je meest op het vliegveld, dus dan heb je niet zoveel tijd. Nee, dus dan trekken jullie niet daar de instrumenten over om daar even te oefenen. Nee. Dat is niet in dank afgenomen. En als jullie een hele dag repeteren, over hoeveel... Een soort van met een nieuw stuk. Hoeveel maten muziek gaat het dan over? Als het een nieuw stuk is, misschien één deel. Ja. Ja, dat is dan, en dat is dan 10 minuten muziek. Zoiets. Ja. Ja. Zoiets. Ja, die trekken we dan uit elkaar tot het 6 uur duurt. Ja. Zo langzaam doen we hem dan. Ja. Ja. En vind je het? Is het een moeilijk idee? Want jullie doen dit nu met z'n vieren en dat is ontzettend intens. Kunnen jullie je voorstellen dat iemand na een tijdje zegt, ja, maar ik heb er geen zin meer in? Dat is gebeurd. Ja. Ja, onze altviolist die, geen zin meer. Hij zei, ik snap dat het moet op deze manier, maar ik hou dat niet nog 30 jaar vol. Dus die heeft besloten om weg te gaan. Onze oer-altviolist, de mede-oprichter, die had inderdaad zoiets van... Hij had het 6 jaar op dit niveau met zoveel toewijding en inzet gedaan. En hij zei op een gegeven moment, ja, ik stop ermee. Toen zeiden wij in eerste instantie, oh, maar we kunnen het ook anders doen. Mm-hmm. Maar hij was slimmer dan wij. Hij zei, nee, dat kunnen jullie helemaal niet. Nee, daar had hij helemaal gelijk in. Eigenlijk. En dat was, maar toen, dat was ook best wel een schok voor ons, want het was een beetje... Zo'n eerste verkering die uitgaat. Ja. Ja, en dan denk je, ja, maar dit kan, het wordt nooit meer zoals het was. En nu moeten we iemand vinden die op hem lijkt en zo. En inmiddels zijn we heel wat jaren wijzer. Weet je, dat het gewoon ook op een andere manier kan. Dus we zijn er ook relaxter over geworden. En, tuurlijk, je kan besluiten om iets anders te gaan doen. En dan vinden we wel weer iemand anders. Ja. Ik wilde even naar dit, om een beetje te begrijpen van hoe jullie werken, even terug naar het stuk wat we net hoorden. Wat voor jullie de kern van dat stuk? Waarom is dat zo? Waarom is het een spannend stuk om te spelen? Gevel. Dit is het is een heel grappig anachronistisch stuk eigenlijk, want het is 120 jaar oud. Mm-hmm. En er zit, ik denk voor bijna al het publiek zitten er momenten in die heel rechtstreeks aanspreken, die helemaal geen uitleg behoeven of zo, ook al is het 120 jaar oud. Maar heel veel van de technische middelen, zeg maar de laag die wij helemaal moeten doorgronden om het te kunnen uitvoeren, zijn eigenlijk veel ouderwetser dan dat. Die zijn eigenlijk lijken veel meer op muziek die 250 jaar oud is. En dat staat heel ver van onze hedendaagse samenleving af. Ja, ja, ik had gevraagd of jullie misschien daar een klein... Of jullie dat konden laten horen, want ik dacht, misschien is het goed om even te laten horen hoe klonk dat toen. Volgens mij had techniek dat ergens... Precies. Ja, nou ja. Oh, ja. Klinkt dit in jullie oren heel ouderwets? Dit is best ouderwets, Dit is een opname van een kwartet wat nog met Ravel zelf heeft gewerkt. Mm-hmm. Capet kwartet. Staat op YouTube. Het heeft een behoorlijk andere esthetiek dan wij nu. Ja, je hoorde bijvoorbeeld heel veel glissandi. Dat is dat ze noten naar beneden glijden. Ja, precies. En dat werd toen heel veel gedaan en nu eigenlijk veel minder. Dus dat soort
verschillen in kleuren maken, dat groeit gewoon. Het is net als met taal die langzaam verandert. En daar raak je aan gewend en op een gegeven moment denk je, praat ze in de jaren 50 zo? Als je dan zo'n oud nieuwsbulletin hoort, dan denk je, oh, wat praat die meneer bekakt. Dus zo is het een beetje met muziek ook. En als u, hoe verhouden jullie tot zo'n opname? Is dit een van de oudste opnames die er nog zijn van dit of niet? Dit is wel van het vroegste soort. Ja, er zijn er denk ik nog er zijn een handjevol opnames uit de jaren 10. Mm-hmm. Van strijkkwartetten beginnen ze echt in de jaren 30 veel op te nemen. En wij luisteren daar veel naar, ook als het muziek is die nog ouder is. Gewoon omdat het het oudste is wat je kunt beluisteren. En vervolgens zeggen we, oké, dat is heel interessant. daar zit iets in. Daar zit een soort logica in, toch? Ja, het is ook wel leuk om te horen dat sommige componisten schrijven heel streng tempo's voor. Hè? Het moet zo snel. En dan hoor je een opname van de componist zelf, die dan Shostakovich, die piano speelt. En die houdt zich helemaal niet aan zijn eigen tempi. Nou, dus dat is voor ons ook weer een reden om te denken, oké, dus je moet proberen. Ja. Maar je kan er ook van afwijken. Ja. En heb je dan, als jullie beginnen met een stuk, heb je al die melodieën en al die opnames in je hoofd? Of begin je vrij blank aan een stuk en dat je denkt, nee, ik ga me op de noten focussen en ik ga dat los proberen te laten? Ja, het verschilt wel eens. Ja. Als ik een stuk echt niet zo goed ken nog, dan luister ik wel, maar liever een paar opnames dan, zodat je niet onbewust aan een bepaald idee gaat hechten. Ja. Want anders dan luister je een stuk en dan kom je in de repetitie en dan heb je allemaal ideeën en dan denk je dat het je eigen ideeën zijn, maar dat komt dan gewoon van zo'n opname vandaan. Ik mocht het niet van mijn docent. Die zei, nee, eerst zelf instuderen en dan kun je dus gaan luisteren naar andere opnames. Ja. Maar goed, zo streng was je ook. Nou ja, het is een beetje een manco van onze hele generatie muzici. Dat is zijn de bekende stukken, zoals het kwartet van Ravel. Die hele speelstijl is ook gecanoniseerd. Dus hoe je het moet uitvoeren, je gaat naar Spotify en je vindt 25 opnames die allemaal ongeveer hetzelfde zijn. We hebben best wel veel concoursen gedaan, wedstrijden. En daar werden we heel goed in begeleid door onze docent aan de Strijkkwartetacademie, waar we hebben gestudeerd. Dat is Mark Nanel. Die speelt overigens ook op de Strijkkwartet Biennale met zijn kwartet. Maar die zei dan, die tekende heel nauwkeurig aan, ja, deze opmaat, dus het begin, moet je dan met vibrato spelen, want anders is er vast een jurylid wat dan een kruisje zet. Hebben ze niet gedaan. Dus op die manier moest je dat dan soort van doen. Dat hebben we niet echt zo gedaan, maar je kan dus scoren op dat soort dingen. En dat slaat nergens op, eigenlijk. En waarom is dat, denk je, zo? Nou ja, je moet ergens op beoordelen, hè? Ja. En als jij 10 kwartetten hebt die allemaal gewoon goed spelen, ja, wat ben je dan eigenlijk? Dan ga je dus kijken van selecteren op hele basic dingen. Is het wel zuiver? Nou, als het dan niet zuiver is, dan ben je weg. Ja. Ja, want als je daar aan meedoet, ga je ook niet hele extreme muzikale keuzes maken. Anders dan in een concert waar, ja, dat is heel stom. Of risico's nemen, ja. Dus daardoor gaan al die kwartetten een beetje op elkaar lijken. En, meest gemiddelde kwartet wint meestal. Okay. Ja. Maar nou ja, kijk, als je extreem speelt, dan is er vast wel een jurylid dat niet leuk vindt. En daar krijg je dan superlaag punt van. En dan ben je weg. Ja. Dus, ja. Nou, ik kan al vanuit gaan dat bij die wedstrijden iedereen die door de eerste ronde komt, speelt met een goede klank. Mooi en zuiver en gelijk. Dus er zijn zoveel kwartetten tegenwoordig die dat allemaal kunnen. Ja. En wij denken, sinds we die wedstrijden niet meer doen. Dat hoeft niet meer. Nee. We hoeven niet meer gelijk en zuiver te spelen. Nou ja, nou, ja, dat is een soort basis. Moet gelijk en zuiver. Maar daarachter is het veel belangrijker dat je altijd iets te vertellen hebt. Ja, ja, en dan niet te veel bezig zijn met vindt iedereen het wel mooi. Want dat gaat toch niet gebeuren. Gaat toch niet lukken. Nee. Maar krijgen jullie vanuit de klassieke muziekwereld wel eens commentaar op dat jullie te radicaal zijn of te extreem iets uitvoeren? Wel eens een keer gehad. Ja. Ja, die Mendelssohn die vinden sommige mensen een beetje rauw. Ja. Nou ja, dat was inderdaad ook bij een wedstrijd waar een jurylid naar mij toe kwam. Die zei, ja, die Mendelssohn, dat kan je toch niet zo doen? En de volgende jurylid kwam naar me toe en zei, nou, als je alles zo had gespeeld als Mendelssohn, dan had je de finale bereikt. En toen dacht ik, oké. Maakt niet zo Laat uit. Maar. Ja. En hoe hebben jullie het idee dat je het meest vernieuwing kan aanbrengen? Want jullie zijn hartstikke jong.
Ik weet niet, zijn strijkkwartetten jonger over het algemeen? Valt wel mee. Je blijft lekker lang jong als strijkkwartet. Ja. Heel lang jong talent zijn. Er zijn er heel veel die heel jong zijn. Zeg maar, tot en met onze leeftijd vind ik heel jong. Ja. En dat zijn denk ik dan 80% van alle kwartetten heeft een leeftijd maximum van 35. Ja. Degene die daarna nog doorgaan, dat zijn er een stuk minder. Maar de absolute wereldtop zijn wel bijna allemaal ouder dan dat. Ja. Dus je hebt wel die jaren nodig om ergens te komen. Maar heel veel denken na die investering, zo nou heb ik het echt wel helemaal gehad. En nou ga ik gewoon lekker in een orkest spelen of zo. En als je dan nog even weer terug gaat naar dat stuk, wat is dan voor jullie, het is misschien heel moeilijk uit te leggen hoor, maar wat is de jullie toon of vernieuwing waarvan je denkt, ja, dat proberen wij met dit stuk en daar onderscheiden we ons mee met de rest? Nou, wij horen wel vaak, want het is moeilijk te zeggen over jezelf, hè, maar dat we een hele transparante manier van spelen hebben. En daarmee bedoel ik dus dat alle stemmen heel echt goed te horen zijn. En dat ook de structuur van de muziek, dat we die goed over weten te brengen. Zonder dat het alleen maar de structuur wordt, zonder dat het afstandelijk wordt. En dus dat is blijkbaar wel een kenmerk van van onze klank. Ja. En dat vinden we ook mooi, denk ik. Ja. Ja. Nog iets aan toe te voegen of zijn jullie daar allemaal precies mee eens? Ja, heel transparant. Het gaat natuurlijk om het vertellen van het verhaal, hè? Ja. En er zijn, nou, als je ons vergelijkt in Europa bijvoorbeeld met Amerika, heel algemeen gezegd, hè, maar de Amerikanen die zijn veel meer aan het zingen en die willen gewoon een mooie toon maken. En wij zijn iets meer bezig met, als je iets vertelt, dat het ook moet spreken. Dus dat je verschillende articulaties maakt. En dat het niet allemaal dezelfde soort klank is, maar dat daar verschil in zit. Ja. Daarom hebben we ook 3 verschillende stokken. Niet bij ons, maar hier ligt nog een andere. Dat is een klassieke stok. En die heeft direct weer een hele andere klank en die spreekt dus veel meer. En die andere, die barokstok die we boven hebben liggen, die Dat is nog weer net wat anders. Dat is dus deze. Dat is onze klassieke. En kun je dan even kun je met die 2 stokken even heel laten horen wat het verschil is? Ja, ik weet niet of... Met z'n vier? Ja, dat is misschien wel goed. Modern, klassiek. Nee, ik kan er maar eerst klassiek, dan modern. Oh. Eerst klassiek, dan modern. En wat doen we dan? Een stukje Haydn? Of Ravel? Eerste 4 maten Ravel. Oh. Ravel? Ravel misschien. Ravel. Nee joh, dat hoor je niet. Ja, dat is dan altijd weer moeilijk. Laten we weten hoe het repetitieproces gaat. Hadden nou maar een artistiek leider. Doe maar Haydn en dan deel 1. Een stukje, is dat raar? Of het laatste deel? Het laatste deel, goed. Het laatste deel, dat is een heel goed idee. Wat eerst wat? Haydn. Eerst klassiek. En dan eerst klassiek. En dat is ook heel leuk, want we doen dit stuk alleen maar met deze stok. Dus kijken wat er met deze uitkomt. Ja. Verschil hoor. Wie hoort heel duidelijk verschil in de zaal? Ja, zie je wel. Ja, hè? Okay. Ja. Dat is ook misschien omdat jullie het zeggen, maar dat is niet helemaal. Nou, kijk, het verschil zit hem in, het is ander hout. Het zijn veel minder haren. En de vorm is ook een beetje anders. Als je een barokstok hebt, die is nog meer zo. En daardoor, als je deze stokken zijn echt gemaakt op zo'n oneindige klank. En deze, als je daarmee de andere kant op strijkt, het is veel directer. Oh ja. Dus je hoort dat gewoon veel beter. En dat is dus met name voor Haydn, vinden wij heel fijn. Omdat dat is gewoon sprekende muziek. Dat is retorische muziek. Dus daarom gebruiken we die stokken. Ja. Vinden jullie strijkkwartet muziek dat je daar veel kennis voor nodig hebt om daar goed naar te kunnen luisteren?
Ja. Is het muziek voor ingewijden of een beetje? Misschien? Ingewijden mag ik dat zeggen? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar dat is voor ons ook weer, we zitten er zo diep in dat dat moeilijk is om te zeggen. Maar we horen het wel van anderen. Want het is vrij complexe muziek, omdat er zoveel tegelijk gebeurt. Het is alsof je met elkaar... Dat is eigenlijk wel grappig, want op zich in een orkest zitten nog veel meer instrumenten in dan wat jullie met z'n vieren. Maar toch kan je dat vaak meer over je heen laten komen. En dit is zo, je probeert alles, als het goed is, probeer je alles te volgen. Maar het is alsof we met z'n vieren door elkaar praten. Maar dan wel allemaal belangrijke informatie vertellen. We hebben allemaal iets belangrijks te zeggen en we zeggen het allemaal door elkaar heen. Ja. Nou ja, als je als componist voor orkest schrijft, dan gebruik je veel meer een soort van gereedschapskist. Zo van... Nu doe ik de strijkers en daarmee roep ik dan een gevoel op van warme zonsopkomst of verliefdheid. En nu doe ik de koperblazers en dat is dan meer trots. Dus dat zijn veel duidelijkere, voor ons, zeg maar, hedendaags publiek, heel duidelijke gevoelens. En wij vieren moeten dat soort gevoelens ook oproepen. Maar dan moeten we bedenken hoe we dat gaan doen. Want we kunnen niet, ik kan niet dit wegleggen en een tuba pakken. Nee. Ik bedoel, ik kan het wel doen, maar dan roep ik niet het gevoel op wat ik bedoel. Zeg maar. Dus dat maakt het complexer. Mensen die moeten zelf ook onze intenties waarnemen. Ja. Het publiek. Maar het verschilt ook een beetje per stuk, denk ik hoor. Ik denk dat het kwartet van Ravel wel heel makkelijk iedereen aanspreekt. Ja. Toen ik met jullie in gesprek was om deze avond te gaan maken, toen had ik gevraagd van, zijn er misschien mensen waarvan jullie het leuk vinden om een keer iets mee te doen of om uit te nodigen? En toen na een tijdje kwam Judith volgens mij met het idee, die zei, ik wil graag Imme Dros uitnodigen. Waarom was dat? Nou ja, omdat wij eigenlijk als kwartet bezig zijn met het hertalen van die muziek. Dus we halen muziek die hartstikke oud is naar het nu en... We proberen dat op een manier uit te voeren die recht doet aan de tekst, maar wel tekst is van nu, zodat je hem nu begrijpt. Dus we willen het niet daar houden, maar we willen het echt nu urgent maken. En toen dacht ik aan al die fantastische vertalingen van al die hele oude literatuur. Nou ja, daar komt het idee vandaan. Ja. En ik ben trouwens ook een leesgek en zo. En ik wilde vroeger... dus dat. Ja, en bij... Het is bij een deel van de kwartetten van Haydn, wat we net hebben opgenomen, hebben we zelf heel sterk een gevoel en beeld van een verhaal uit de klassieke oudheid. Ja. Wat ons enorm helpt in onze uitvoering. Nou ja, in de tijd van Haydn werd het belang van die oude retorica weer heel erg actueel. En iedereen... kende dat en de muziek van Haydn werd ook eigenlijk gespeeld in salons. En er kwamen dan allemaal mensen bij elkaar en die gingen praten over politiek, maar ook over retorica. En die gingen elkaar proberen te overtuigen. Ze kenden al die stijlmiddelen ook. En dat zit ook allemaal in de muziek. Ja. Nou, daar gaan we naar luisteren. Dus ik wil graag Imme Dros vragen of ze naar voren wil komen. Ik geef een heel hartelijk applaus. Zij gaan met z'n allen optreden. Dat hebben we net geoefend, maar dat is hartstikke mooi. En nu zei Imme Dros, die zei, dan moet je wel even uitleggen wie de figuren zijn. Dus bij deze even een opfriscursusje, want je hoort dadelijk een aantal mythische figuren uit een mythe. De muzen komen voorbij, de muzen van de kunsten. De dochters van Zeus zijn dat en de oppergod natuurlijk en herinnering. U hoort de naam Artemis, de godin van de jacht. Afrodite, de godin van de liefde. En dan komen nog een aantal mensen voorbij die enorm gestraft worden in de onderwereld. Die komen ook nog even voorbij. Dat is Tantalos, die enorme dorst heeft. Maar elke keer als hij water wil drinken, dan zakt het water. Dus daarom kan hij niet drinken. Sisyphos, die met een enorme steen de berg oprolt. En elke keer als hij er bijna is, dan rolt hij weer naar beneden. En de Danaïde, die kruiken met water vullen. Maar daar zit geen bodem in, dus die blijven maar die kruiken vullen. Heb ik het zo goed gezegd? Ja, dan ga ik mijn stoel aan de zijkant zetten en dan ga ik heel graag luisteren. En we gaan dat dus combineren met een langzaam deel van strijkkwartet Opus 20 nummer 2, voor degene die dat willen weten, van Haydn. Goden,
waren in alle opzichten beter dan mensen. Als een mens boven andere mensen uitstak, dan stamde hij of zij beslist van een god of godin af. Orpheus was dan wel de zoon van een Thrakische koning, maar zijn moeder moest op zijn minst een muze geweest zijn. Een van de 9 dochters van Zeus en herinnering. Als hij speelde, gingen zelfs stenen bewegen. Ze vormden al dansend kringen waarin ze nog steeds zijn te vinden. Stokoude bomen wrikten hun wortels los uit de zwarte aarde en volgden wiegend zijn muziek met het vreemde, meeslepende ritme. Beken en rivieren verlieten hun bedding en stroomden Orpheus achterna. De bergleeuwen lieten hun prooi los en het hertje of geitje dat net nog weg wilde vluchten, bleef staan luisteren naast het roofdier. De wind ging liggen, bossen zwegen, de zee werd glad als Orpheus speelde. Zelfs het dodelijk zoete zingen van de sirene, hoog op hun rots vol armzalige resten van schepen en zeelui, kon hij door nog zoeter te zingen onschadelijk maken. Toen hij met het beroemde schip de Argo op reis was. Orpheus redde de Argonauten, de roemruchte helden, niet door kracht, maar door kunst. Hij suste de stuivende golven, loeiende stormen, gevaarlijke stromingen, vechtende mannen met zijn lier. Het instrument van de grote Apollo dat hij, volgens zeggen, een 8e en 9e snaar gaf. Orpheus was al beroemd om zijn weergaloze muziek, maar nog beroemder werd hij om zijn tragische liefde. Die begon als een sprookje. Hij speelde tijdens een dansfeest en daar zag hij een meisje dat danste zoals hij speelde. Of haar dans zijn muziek werd en zijn muziek haar beweging. In een volmaakte harmonie. Hij bleef naar haar kijken. Van het eerste moment besefte hij dat hij haar lief had. Dat ze mooi was als Artemis kon iedereen wel vertellen. Dat ze lief en trouw was, vertelde haar beste vriendinnen. Dat ze een scherp verstand had, vertelde haar broers en haar vader. Dat ze een huis kon besturen, vertelde haar moeder en zusters. Maar de enige die haar werkelijk kende was Orpheus. Liefde mag dan blind zijn voor alles wat anderen wel zien. Liefde heeft zicht op het diepste wezen van de geliefde. Orpheus kende Eurydice voordat hij wist hoe ze heette, waar ze geboren was, wie haar ouders waren. Ja, het leek of hij altijd voor haar alleen had gezongen. Of hij overal had gezocht en nu had gevonden. Nooit was zijn lied zo zoet als toen hij dit meisje zag dansen. Afrodite hoorde Orpheus zingen van liefde. Dadelijk kwam ze naar Thrakië, mengde zich tussen de meisjes, greep de hand van Eurydice en deed zelf aan de dans mee. Als Eurydice al was betoverd door de muziek, dan werd zij nu door de aanraking van Afrodite betoverd door de zanger zelf. Ze moest maar steeds naar hem kijken, wilde hem in haar ogen hebben, wilde van hem zijn. Liefde tussen gelijken is het grootste geluk. En wie die liefde verliest, zal het grootste verdriet leren kennen.
Orpheus vond Eurydice en hij moest haar verliezen op hun trouwdag. De tekens waren meteen al ongunstig, want de huwelijksfakkels walmden en wilden niet branden. Bij het dansen trapte de jonge bruid op een gifslang die haar in haar hiel beet. Ze viel en het leven verliet haar. Orpheus kon het niet aanvaarden, kon het niet geloven. Voor de muziek van hun liefde beginnen kon, sprongen de snaren en het lied bleef ongezongen. Hij wilde niet leven zonder Eurydice. Zonder Eurydice wou hij niet leven. Als zijn vrienden zeiden dat de tijd hem zou helpen, dat het leven doorging, dat hij zijn rouw moest vergeten, dat hij later misschien een andere vrouw zou beminnen, zoons en dochters zou krijgen met het talent van hun vader, was hij alleen maar verbaasd dat iemand zoiets kon denken, zoiets durfde te zeggen. Hij keerde zijn vrienden de rug toe. In de slapeloze nachten lag hij te denken: waar is ze nu? En waarin is dood zo anders dan leven? Is er in het huis van Haides geen liefde te vinden? Dat is ondenkbaar. Zelfs de dood kan mijn liefde niet doden. Haides heeft ook een vrouw, de lieftallige Persefoneia, die hij uit liefde geschaakt heeft. Zij is bij hem gebleven, ondanks de tranen en smeekbeden van haar wanhopige moeder. Zoveel liefde voelde ze voor de sombere Haides. Zouden die twee dan geen begrip hebben voor mijn ellende? Ik ga naar het huis van de dood om mijn zaak te bevlijten. En hij ging. Hij daalde langs muffe, beschimmelde paden, dieper en dieper af in de aarde. Een weg die de mensen niet uit vrije wil gaan. Kwam door het ijzige duister, tot hij de kusten waar bloemknoppen afvallen voordat ze bloeien, waar het schemerland is en het onteiland, het nachtland, daar is het punt waar elke reis eindigt, de poort van de Haides. Nergens is het water zo diep als daar waar het water levenden scheidt van de doden. 5 rivieren stromen tussen de mensen en de schimmen. Rivier van de jammer, klaagrivier,
rivier van de vlammen, vergeet rivier en haat rivier. Of Styx, waar de eeuwige goden bij zweren, als ze een eed willen afleggen. Daar komen schimmige doden bij de boot van Chiron, die voor de tocht laat betalen. Wie geen munten heeft, blijft achter om eeuwig te wachten. Orpheus had alleen zijn lier meegenomen. Hij speelde. En de wachtende schimmen vergaten het wachten. De veerman dacht niet meer aan zijn vaarloon. Orpheus mocht met de boot mee. Toen hij eindelijk voor de gouden troon was gekomen, in een zaal bezet met briljanten, rode robijnen, groene smaragden, blauwe saffieren en andere stenen die uit de donkere aardbodem worden gewonnen, vond hij Hydes en zijn vrouw, de lieftallige Persefoneia. Omdat woorden hem ontbraken, zochten zijn vingers vanzelf de snaren van de lier en hij speelde. Alles wat oren had, stond stil en luisterde zwijgend. Goden, schimmen, monsters dachten aan licht en verlang. Tantalos taalde niet naar water. Sisyphos rustte op zijn steen. De Danaïden zetten hun kruik neer. Dood en zijn tweelingbroer Slaap, die samen wandelden bij de poorten van de valse en de waarachtige dromen, keerde terug. En Kerberos spitste alle zes oren. Orpheus speelde. Hydes keek naar Persefoneia. Zij keek naar hem en legde haar handen in zijn hand. Toen het lied uit was en alles zonder woorden gezegd was, alles van liefde, verdriet, verlies en verlangen, zei Hydes: Orpheus, geen mens en geen god kan je grote talenten negeren. Niet je verdriet, maar de schoonheid van je verdriet ontroert ons. Niet je verlangen, maar het liedje van je verlangen. Niet je liefde, maar de muziek die je liefde verwekte. Ook al mag de dood tussen mensen geen onderscheid maken, nu je dankzij je lier tot hier in de Hydes kon komen, wat geen levend mens gepresteerd heeft, behalve Odysseus, slimste van alle mensen, wil ik je beden verhoren. Laat het duidelijk zijn dat dit de enige keer is. Want de eerste wet van de Hydes luidt: binnen is binnen. Maar ik zal Eurydice achter je aan laten lopen. Hermes zal haar leiden langs de duistere wegen tot ze weer terug is op de aarde. Daar zal ze alles afleggen wat van de dood is, en weer leven als vroeger. Als je tenminste tijdens de tocht naar boven niet omkijkt. Kijk je wel om, dan is ze voor mij. Hoe bezorgd je ook zijn mag, kijk niet om, maar wacht geduldig tot ze je naam zegt.
Kan men goden vertrouwen? Dat is de vraag. Ze vertrokken. Orpheus voorop, ongeduldig, haast rennend, hinderlijk langzaam volgde Hermes en nog iemand anders. Was het zijn vrouw wel? Waarom liep ze zo traag en aarzelend? Wilde ze blijven onder de donkere aarde, in het huis van de doden? Kon haar grote liefde voor hem met haar dood zijn gestorven? Was ze alles van hem vergeten? Zijn kussen, zijn woorden, zijn muziek alleen voor haar, zijn liefdesliedjes? In een doodse stilte liep hij verder. Hij hoorde niets meer achter zich. Geen gerucht van stappen, geen zuchten. En het bange verlangen om te kijken werd sterker. Toch liep hij verder, zonder te weten of zijn geliefde volgde. Eindelijk zag hij in de verte een lichtpunt, als een heldere ster. En hijgend kroop hij naar buiten uit de kille bergschacht. De zon verblindde zijn ogen en er was weer geluid. Er zongen vogels. De wind ging ruisend door het gras en de struiken. Zijn ijskoude lichaam werd weer warm. Geleidelijk zag hij vormen en kleuren in zijn vertrouwde wereld. Het leek wat hij net nog beleefd had, meer een droom dan werkelijkheid. En de raad van Haides: kijk niet om, maar wacht geduldig tot ze je naam zegt, sloeg hij in de wind. Hij draaide zich om naar de uitgang, of uit angst, of uit ongeduld, of uit gebrek aan vertrouwen. Hermes stond buiten. Hij boog zich en strekte zijn hand uit naar Eurydice, die gehinderd door haar lijkkleed moeizaam voetje voor voetje uit de aarde omhoog klom. Orpheus zag het schemeren van haar witte gewaad en bijna op hetzelfde moment klonk de uitroep van Hermes. Ach, hij heeft zich omgedraaid. Zijn kans is verkeken. Zonder een woord, zonder gebaar, gleed de schim terug in het donker. Dood als de aarde, doof als steen, voor het schreeuwen van Hermes, van Orpheus. Hij probeerde haar in te halen, vloog naar de uitgang, maar hij vond geen uitgang. Hij zocht met ogen en handen langs het massieve graniet. De berg was hermetisch gesloten. Wat hij toen en later ook deed, hij kwam niet meer binnen. Orpheus moest blijven leven tot het eind van zijn dagen. Zonder liefde, alleen, heel lang en heel ongelukkig. Zijn muziek, die anderen troost gaf, kon hem niet helpen. Altijd klonk daar dezelfde kwellende vraag in door. Waarom? Waarom keek je? Waarom, waarom heb je gekeken? Dat wel eens vaker gedaan? Voorgedragen met muziek erbij? Nee. Nee? Nog ik, nooit. Ik zie wel een luistercd'tje voor me. Ja. Ja. Vind je de muziek goed passen bij je verhaal? Ja, ik vind van wel. Kun je uitleggen misschien? Maar ik vind eigenlijk dat woorden ook muziek zijn.
dat de manier waarop mensen praten altijd anders is. En dat er een zinsmelodie is en dat er een metrum in een zin zit. Dus ik vind dat het dicht bij elkaar ligt. Ja. Herken je ook als ik met hun net sprak over hoe ze aan het repeteren zijn en hoe ze naar een stuk kijken, is dat een beetje hetzelfde als hoe jij naar een verhaal of naar tekst kijkt? Herken je dat? Nou ja, in dit geval, wat ik net voorlas, dat is gewoon mijn eigen taal. Ja. Wat ik heb samengesteld uit namenboeken. Boeken waarin de namen van alle mythische figuren zijn vermeld. En waarin dan op een heel droge manier achter staat wat ze gedaan hebben in alle variaties. Ja. Want van elke mythe zijn veel mogelijke variaties. En hoe probeer je dan te bedenken dat het jouw mythe wordt? Want het is natuurlijk een heel bekende mythe. Maar het is ook wel heel erg jouw versie. En hoe kom je dan tot de kern van die mythe voor jezelf? Want die moet je denk ik wel hebben. Ik denk dat te maken heeft met je persoonlijkheid. Hoe je bent, hoe je bent geworden, wat je meemaakt. Hoe de mensen om je heen zijn. Het gekke is dat zelfs als je gaat vertalen, als je dus een vertaling maakt, zoals bijvoorbeeld van de Odysseia, en je vergelijkt de allerlei vertalingen van anderen met die van jou, dan zijn ze allemaal anders. Het zijn andere persoonlijkheden, het zijn mensen die andere woorden kiezen, die op een andere manier ook waarschijnlijk praten zelf. Ja. En hoe zorg je dan dat die mythes aantrekkelijk worden voor nu? Dat je denkt, oh, dat past nu goed, dat het een verhaal is dat ook nu verteld kan worden, zeg maar zeggen. Daar denk ik niet bij na. Nee, dat doe je gewoon. Ja. Ik maak het zoals ik denk dat ik het mooi vind. Want ik heb het nooit gedaan omdat ik het moest doen. Mm-hmm. Omdat ik er aan moest verdienen of zo. Nee. Het was gewoon naast alle andere dingen. Ja. Ja. En ik heb zoveel jaar besteed aan Homerus. Ik ben er zo lang mee bezig geweest. En iemand heeft dus gevraagd, ja, ik heb een groepje van mensen waarmee we samen zo'n klassieke kring vormen. Het was een ex-lerares. En dus ik had gezegd dat ze jouw vertaling moesten kopen, maar ja, er zijn er twee. Want waarom heb je hem helemaal veranderd? Mm-hmm. En zei ik, nou ja, na zoveel jaar, 25 jaar, heb ik de Ilias vertaald. De Ilias. En toen vond ik eigenlijk dat de Odysseia er meer op lijken moest. Omdat ik de eerste keer, omdat de verzen vol zitten met alliteraties, niet elke zin had geëindigd met papapapabam. Ameland Texel, zal ik maar zeggen. En dan kreeg ik de klassici over me heen. Goed, dus ik dacht, je kan het krijgen zoals je het hebben wil. Dan eindig welke zin met Ameland Texel. Maar er zijn dus twee. En toen zei ze, maar moest je dat dan helemaal overdoen? Het is zoveel werk. Toen zei ik, oh, ik zou morgen weer beginnen. Ja. Vind je jammer dat het af is? En ik herinner me van Karel van het Reven, dat die altijd Homerus vertaalde. En dat als alles af was, begon hij weer overnieuw. Gewoon om ermee bezig te zijn. Ja. Het is zo. Je raakt er nooit op uitgekeken. Nee. Op zo'n schrijver. En heb je dan nu ook dat als je dan je eigen tekst leest van de mythe waar we het net over hadden, dat je dacht, ja, als ik het nu zou doen, zou ik het weer anders doen? Ongetwijfeld. Ja? Want anders zou het saai zijn natuurlijk. Ik moet ook erg uitkijken als ik voorlees, daarom doe ik dat niet graag. Maar met metrum is het iets makkelijker. Ja. Want dan moet je aan het metrum houden. Ik ben geneigd om steeds te denken, oh, dat kan anders. Terwijl ik aan het voorlezen ben, hè, als het proza is. En dan zie ik twee zinnen later waarom dat niet kon. En moet ik, terwijl ik doorpraat, veranderen. Dat is kwellend. Ja. Maar dat is gewoon omdat je steeds andere ideeën hebt en dan veranderen wil. Ja.
Herkennen jullie dat? Ja. Ja, nou ja, wel ook dat als je klaar bent, dan begin je dus gewoon weer overnieuw. Ja. Maar ja, jullie zijn met z'n vieren, je moet je... Ja. Als je alleen bent, is het iets makkelijker, hè? Je kunt alles echt wel omgooien. Ja. Ja, als, maar ja, wij schrijven het niet opnieuw op. Dus we moeten het elke keer opnieuw doen. Ja. Ja. Het is er alleen een moment dat we het spelen, inderdaad. En ja. Daarna maar ja, ik lees het maar niet elke keer hetzelfde voor. Nee, precies. En het is wel, dat is ook wel een valkuil als je een stuk heel vaak speelt. Dat je denkt, nou, dan gaan we weer. Ja. En dat moet nooit routine worden, want dan is het... Ik denk dat met name met de werken van de klassieken, wat wij dan de klassieken noemen, zijn Haydn, Mozart en Beethoven. Ja. Dat we er... Iedere keer dat we er naar terugkeren, nieuwe dingen vinden, inderdaad. Ja. En dat we denken, oké, toen was toen, nu gaan we het opnieuw doen. Ja. Dus met 20e eeuwse muziek heel anders. Daar zijn de dingen die we ooit gevonden hebben veel meer nog steeds geldig. Terwijl met die oude muziek is dat, kunnen we het iedere keer... Ja, we zijn andere mensen geworden, dus we vinden iets nieuws. Ja. En hebben jullie ook één componist waarvan je denkt, ja, dat is een beetje onze Homerus. Dus dat is de componist waar we elke keer weer naar terug gaan? Die je gaat een soort van gaat vertalen Haydn? Als je dus niks meer Haydn te doen hebt. Haydn of Beethoven, ja. Ja. Maar het begint bij Haydn. Ja. Dus wat dat betreft, ja. Ja. En wat maakt dat dan dat zo spannend blijft om dat elke keer weer om daar opnieuw terug naar te keren? Nou, als je Haydn oppervlakkig speelt of beluistert, dan denk je, nou, dat is vermakelijke muziek. Ja. Aangenaam, prettig en zo. Maar er zit veel meer in, alleen dat zit allemaal onder de oppervlakte. En dat is interessant, dat je gaat verder zoeken. Ja, er nog meer maar die toegankelijke laag, die maakt ook wel dat je steeds terugkeert. Ja. Zeg maar, als het alleen maar heel heftige, grondige, Duitse, serieuze klassieke muziek was, dan zou het niet zo aantrekkelijk zijn om er steeds naar terug te keren. Ook al weet je dat je er altijd wel iets gaat vinden, maar bij Haydn zit het altijd verpakt in een leuk deuntje. Ja. Dus dat heb je altijd alvast om je binnen te halen als het ware. Ja, en ik denk, bij Haydn kan je het misschien nog wel meer, ja, op een speelse manier elke keer net een beetje anders brengen. Of net iets anders, duidelijker voor het voetlicht brengen. Ik denk dat Beethoven misschien wat dwingender is wat dat betreft. Ja. En krijg je een soort van, hebben jullie wel eens het idee van, oh, het is jammer dat we een beetje die muziek aan het zijn. Hebben jullie het idee dat die vergeten wordt, of dat het steeds minder wordt, of valt dat wel mee? Ik heb het idee dat het alleen maar meer wordt. Ja, ik weet niet zo goed. Ik denk dat die muziek, het is natuurlijk in de 19e eeuw, is die muziek heel erg gecanoniseerd. En heeft iedereen gezegd, nou, het is heel belangrijk, we moeten dat altijd blijven doen en conserveren en zo. Maar wij hebben het idee dat we het iedere keer, als we het niet fris doen, dan kunnen we het net zo goed niet doen. Ja. En er is ook altijd publiek voor, ook jong publiek. Echt waar. Ja. Nou, het publiek verandert ook. Mensen vergeten heel vaak dat online publiek veel groter is en is geworden. En iedereen die zin heeft om iets van Haydn, of toevallig op Spotify iets tegenkomt en dat gaat luisteren, die heeft ineens zo'n stuk van Haydn in zijn playlist. Ja. Dat is veel makkelijker geworden dan vroeger. Dus in die zin, ik denk dat het publiek alleen maar groter is geworden. Ja. Heeft u dat ook, Imme? Dat je het idee hebt van dat die mythe gewoon blijven leven, dat het steeds meer opnieuw verteld wordt en dat er nieuw publiek voor is? Ja, er zitten zoveel waarheden in. Ja. En bovendien zijn er zoveel variaties ook. Als je ergens in Griekenland, waar dan ook, een boottochtje maakt of een tochtje, dan hoort er altijd een Griekse figuur bij te zijn die het uitlegt. Hè? Dat is daar verordend. En dan vertellen die daar een verhaal van, hier is dan een ingang naar de Haydn. En denk je, hè? Ik dacht dat het heel anders zat, maar dat kan gewoon. Dat eigenen ze zich toe. Ja. En ze vertellen heel andere verhalen. Dat is ook boeiend. Ja. Maar dat kun je natuurlijk ook met Roodkapje doen, met Repelsteeltje. Ja. Er zitten altijd bepaalde waarheden in en er zitten mogelijkheden voor variaties. En bij de mythe van Orpheus en Eurydice die we net hoorden, wat is dan de waarheid die jij daaruit haalt, waarvan je denkt, ja, dat is de boodschap die voor mij belangrijk is in dat verhaal? Nou, dat is het verhaal zelf natuurlijk, dat het verlies van iemand vreselijk is. Zeker als het de enige is
van wie je op die manier kunt houden. En nou ja, het is een verhaal over dood en over verlies. En dat is universeel. Ja. Is dat ook zo met de muziek van Haydn? Want jij legde net al een klein beetje uit waarom je het zo goed bij dit verhaal vond passen. Wat is voor jullie de boodschap in Haydn waarvan je denkt, ja, daarom willen we dit hierbij spelen, dit past? Nou ja, we hebben heel veel les gehad van een docent in Berlijn. Die kwam als eerste met deze vergelijking. Die haalt er heel vaak de oudheid bij. En hij noemde dit en dan merk je dat. Wat heel bijzonder is aan dit deel en wat in die tijd eigenlijk niet gedaan werd nog, was dat er zo'n duidelijke breuk in zit. Het begint heel dramatisch. En het is hele grillige muziek. En dan ineens komt dat hele mooie aria-stukje. En dan slaat het weer om naar de ellende. En dat is iets wat Haydn echt voor het eerst deed. En eigenlijk ook niet zo vaak heeft gedaan. Dit is echt een uitzondering in zijn werk. Nou, dus daarom past hij. Als je op een technische, abstracte manier alleen maar kijkt naar die noten die er op papier staan en zegt, ja, hier is het dramatisch en daar is het vrolijk, dan heb je eigenlijk nog niks. Terwijl als je denkt aan het verhaal van Orpheus, dat spreekt meteen heel erg aan, in ieder geval mij, dat ik denk, ja, als ik denk, daar gaat die muziek over, dan heb ik er een veel, veel duidelijkere incentive om het op een bepaalde manier te gaan spelen. Dan wanneer ik alleen maar denk, oké, hier moet een beetje harder. Ja, maar het leuke is ook alweer dat het hoeft niet, hè? Je kan ook aan een heel ander verhaal denken en ja, dan kan er hetzelfde uitkomen. Ja. Ja, maar de verhalen van de klassieken hebben allemaal wel gewoon, wat je zegt, kleine variaties, maar heel sterke kern die er altijd is. Zoals inderdaad het verhaal van Orpheus, van dat verlies. En ik denk juist dat het daarom zo, dat doen wij daarom ook zo graag, het blijven spelen van oude muziek. Dat is het hele vak wat wij uitoefenen. Dat we niet steeds op zoek zijn naar dat het nieuw moet zijn, maar dat je iets haalt uit die traditie. En ook daarmee samenhangt hoe vaker je iets hoort, hoe meer je eruit haalt. En dat is voor het publiek denk ik ook zo. Dus het is niet zo dat hoe vaker je het speelt, hoe saaier het wordt. Of oh, die stukken die kennen we wel, moet het nou alweer? Tenminste, ja, Zo denk ik erover. Absoluut. Niet altijd. Wat ik wilde vragen is, Imme, je bent al je hele leven bezig en je vertelde net tijdens het eten dat je nog steeds volgens mij nu met 7 vertalingen of boeken bezig bent. Hoe heb je het voor jezelf altijd leuk blijven vinden? Want het is wat Dudok ook zei, van het is heel hard werken en we stoppen al onze tijd erin. Wat heeft ervoor gezorgd dat je denkt, ja, dit wil ik mijn hele leven blijven doen? Wat zij misschien ook mee kunnen nemen voor hun hele leven. Als je ergens passie voor hebt, ja, dat kun je niet uitleggen. Het is gewoon zo. Ja. Dus je hebt niet iets waarvan je denkt, ja, dat geef ik aan ze mee. Of dat. Nee, het zijn dingen. Ik doe er dingen voor die ik nergens anders voor zou doen. Nee. Die ik nergens anders voor over zou hebben. Om zoveel tijd te besteden aan iets. Ja. Zeker aan schrijvers die de moeite waard zijn. Ja. Wil je nog iets vragen of iets? Want jij zei, ik wil nog wel dingen vragen aan Imme. Of hebben we dat nu al besproken? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Nou, ik weet nog dat ik een gedicht heb gelezen van Rilke over Orpheus. Mm-hmm. En dat ik zo prachtig vond dat daarin voorkomt, en dat kun je natuurlijk niet pikken, had ik graag gedaan, dat als Hermes ziet dat hij omgekeken heeft, dan zegt hij dat en roept hij dat, hè, van hij heeft omgekeken. En dan zegt Eurydice weer, wie? Alleen maar, weer. Zo schrijnend. Dat vind ik echt een machtig moment. Het is maar één woord. Ja. Maar ingebed in een heel verhaal. Ja. Dus het zit hem altijd in de nette details dat het een heel goed verhaal en een heel goed moment wordt. Ja, dat is. Maar alles eraan is mooi. Het gaat ook over kunst. Wat ik ervan gemaakt heb, dat hij dus zelfs die sirene die iedereen betoveren, dat die sterker is.
En ook dat hij de prooien niet weglopen van het roofdier. Door de schoonheid van iets. Ja. En dat is passie. Als je ergens zo omgeeft, als je dat zo mooi vindt, als je dat zo graag wil doen. Ja. Ja. En meestal belandt het in een la, hoor, zulke dingen. Het is helemaal niet zo dat je daar grote naam mee maakt. Nee. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Tenminste. En daar is het ook helemaal niet om begonnen. Nee. Ik wil nog, want anders wordt het gaan we te lang door. Maar ik hoop nog, mij lijkt het heel mooi als er nog meer mythes met muziek komen. Want ik vind het heel fijn om naar te luisteren. Ik wil heel graag bedanken. En dan wil ik nog even Joey uitnodigen. Want het is een hele jonge componist waar zij mee werken. Kom naar voren. Dan gaan we even een wisseltruc doen. Dankjewel. Bedankt. Ja. Oh, ik geef je even een handheld, want dat is misschien nog iets makkelijker. Zo. Zo, geef ik even deze aan jou. Dat is iets makkelijker dan zo. Ja. Jij mag daar, hoor. Ja, dit is de gastsprekersstoel. Okay. Zo wordt het. Ja, dan doe ik het zo. Want we hebben nu de hele tijd over oude muziek gehad, maar jullie werken ook met een levende componist. Die zit hier. Voor de verandering. Ja. Hey. Kijk hem leven. Ja. En het is leuk, want op de Strijkkwartet Biennale gaan ze een stuk van jou spelen. Ja. Is het moeilijk om voor een strijkkwartet te componeren? Nou, het strijkkwartet gaat door voor een heilig medium, hè, eigenlijk. Ja. Hè, iets wat een soort beladen medium is. Ik weet ook eigenlijk niet precies waar dat vandaan komt, want voor mij geldt dat al lang niet meer. Dat is een soort overblijfsel van de generatie die groot werd na de Tweede Wereldoorlog. Toen men dacht van, de klassieke muziek moet totaal anders. Het mag vooral niet lijken op de muziek van voor de Tweede Wereldoorlog, die toen heel dominant was. Dat was de laatromantiek. En dus ja, zodoende was de strijkersklank zo anno 1950 een beetje verdacht. Hè? Dat associeerde men met het verleden en het moest allemaal vooral anders. En ik denk dat het daar een beetje een overblijfsel van is, dat het strijkkwartet onder componisten lange tijd ook verdacht was. Dat ze dachten van ja, dat is een beetje een heel beladen, beladen medium. Maar voor mij, ja, ik bedoel, we leven in een andere tijd. En inmiddels al die taboes die ooit in de hedendaagse klassieke muziek gelden, die gelden al lang niet meer voor de jongere generaties. Dus in dat opzicht is het voor mij niet per se moeilijk om voor strijkkwartet te schrijven. Maar ieder medium heeft wel zijn eigen moeilijkheden om voor te schrijven. Ik bedoel, ieder medium heeft zijn eigen uitdagingen. Of nou orkest is, of een piano solo, of een strijkkwartet. Ja. Want jij componeert voor van alles, dus jij hebt ook bijvoorbeeld voor het Concertgebouworkest gecomponeerd. Ja. Wat is het leuke dan aan voor een strijkkwartet componeren? Nou, wat ik zelf heel aantrekkelijk vind aan het strijkkwartet, is de enorme expressieve rijkwijde van het strijkkwartet. Dat wil zeggen, ja, wat we daarnet ook al gehoord hebben, een strijkkwartet kan heel klein en intiem klinken. Het kan heel zangerig en heel mooi klinken, maar je kan er ook enorm woeste en energieke en intense emoties mee oproepen. En dus al met al enorme expressieve contrasten. En dat is ook iets wat ik graag opzoek in mijn eigen werk. En ik vind het heel leuk als je muziek hebt die het ene moment heel sereen en klein klinkt. En dan opeens omslaat in een soort hele woeste energiek geraas. Ja, en want we gaan afsluiten met het stuk wat jij gecomponeerd hebt. Kun je ook even, net als dat ik aan het Dudok-kwartet vroeg, van hoe begin je aan zo'n stuk? Is er dan een soort eerste ideetje of een eerste maat? Ja, dat is heel moeilijk aan te geven. Eigenlijk heb je grofweg twee soorten componisten. Je hebt de componisten waarvan gezegd wordt, in een flits zien ze het stuk voor zich. En het enige wat ze nog hoeven te doen is die kraan te openen en het stuk komt eruit. Men zegt wel dat bijvoorbeeld iemand als Mozart op die manier componeerde. Of misschien Shostakovich, mensen die heel makkelijk schreven en heel veel schreven ook vaak. En je hebt componisten voor wie componeren vooral ploeteren is. Beethoven bijvoorbeeld, als je zijn schetsboeken bekijkt, dan zie je dat hij eindeloos aan de gang was met herstructureren en herzien en al die en monteren van al zijn verschillende ideetjes. Bruckner was ook zo iemand, die bleef eindeloos reviseren. Ik ben ook iemand voor wie het heel erg ploeter is, dus het is heel moeilijk aan te geven van hoe begint het, maar meestal begint het gewoon met de piano. Je gaat aan de piano zitten, ik ben pianist van huis uit, ik ga improviseren, ja, en dan heb je op een gegeven moment bouwstenen. En dan heb je op een gegeven moment een tweede bouwsteen. En denk je, ja, die twee bouwstenen die lijken bij elkaar te passen. En dan allengs groeit zo'n stuk. Maar ja, terwijl je eraan werkt, als ik begin, dan weet ik vaak nog helemaal niet hoe het stuk gaat eindigen. Ja. Dus het is eigenlijk, ik zeg wel eens, het is 50% techniek en 50% aanklooien.
Dat zoals Karel Appel wel eens zei, klooi maar wat aan. Soms is het gewoon heel erg in het duister tasten. Ja, want je hebt dan, wie gaf de opdracht om voor het Dudok Quartet? Ja, dat was de Strijkkwartet Biennale. Ja. En die heeft ons ook in contact met elkaar gebracht. Ja. En daar ben ik ook wel blij om, want ik bedoel, het is een van Nederlands meest getalenteerde strijkkwartetten. Ja, en als je dan aan het componeren bent, heb je dan het Dudok Quartet heel erg in je hoofd? Dat je voor hen schrijft, of is het iets wat heel erg... Het is natuurlijk wel echt voor hen geschreven, maar in principe... Ja, op een gegeven moment gaat zo'n stuk zijn eigen kant op. Hè. Je kan wel denken van, nou, waar is het Dudok Quartet goed in? Ik wist dat ze op dat moment hadden ze net Ligeti 2 gespeeld. Dus ik had wel die partituur bestudeerd. Dat is een stuk dat totaal anders is dan mijn eigen taal. Maar op een gegeven moment, dan ben je toch gewoon bezig met dat stuk. En ja, zoals een roman zichzelf op een gegeven moment schrijft. Dat zeggen schrijvers wel eens. Een verhaal schrijft zichzelf. Dat is met muziek ook vaak zo, met een muziekstuk. Dus dan op een gegeven moment laat je ook wel weer een beetje los... Of verdwijnt het een beetje naar de achtergrond dat het het Dudok Quartet is? Ja. Joy en ik hebben wel een paar keer gezeten en gepraat over wat inspireert jou en wie vind ik dat wij zijn. Ja, precies. We hebben wel, dat doe ik wel vaak van tevoren. Inderdaad, als ik weet van ik schrijf voor die of die uitvoeren, dat je van tevoren even een meeting hebt en even gaat doornemen van wat ligt hun goed, wat willen ze vooral niet. Ja. En dan doe ik dat. Ja, precies. En dat wil dan niet zeggen dat je dat inderdaad dan niet doet. Maar soms doe je dat juist, om ze juist een soort te prikkelen. Ja. Is het voor jullie leuk om met een levende componist te werken? Want dat is iets heel anders dan met een componist waar de muziek van staat. Dan kun je misschien veel vrijer spelen. Of valt dat wel mee? Ja, Joey leeft in dezelfde samenleving als wij. Ja. Dus ergens is het fijn om output te hebben waar we ons niet hoeven te verdiepen in... wat schreven de kranten toen, als het ware. Ja. Zeg maar, de hele setting is al gelijk. En je kan altijd vragen, goh, hier schrijf je dat, leg eens uit. Ja. En dat zijn twee dingen die we met Haydn... Ja, aan de andere kant zijn we er vrij in, want hij is toch al dood. En, maar je bent ook minder vrij omdat er al zo'n traditie is, zo'n uitvoeringstraditie. En dat is, nu zijn we de eerste die dit stuk spelen. Mm-hmm. Dus mensen vinden dat vaak... publiek vindt dat vaak bij voorbaat al leuk. Programmeurs hebben altijd moeite met nieuwe muziek, want die denken, oeh, dat is eng. Maar voor luisteraars is het juist heel spannend. Van, wat gaat hier gebeuren? Want ik heb dit nog nooit gehoord. Ja. Ja. Maar dat is tevens weer de moeilijkheid. Dat er geen traditie is van zo'n stuk. Ja. Je moet helemaal from scratch uitvogelen waar dat stuk over gaat. En hoe het zou moeten klinken. Ja. En hoe vaak, want na een tijdje kan ik me voorstellen dat jullie denken van... Oh, we willen Joey ook een beetje weg. Want anders dan lukt het niet om daar een eigen versie van te maken. Dus hoe vaak onderling is er dan een hele contact? Aardige componist. Ja. Ja, we hebben veel meer uren zonder Joey erin gestoken dan met. Ja. Met hem erbij. En we hebben eigenlijk één lijvige sessie gehad. En zonder... veel. Veel, ja. Ja. Nee, we hebben niet het idee dat je het veel in ons aura komt of zo. En heb jij dan wel eens, want als je componeert en dan is uiteindelijk de uitvoering en dan zit jij op de eerste rij of ergens in de zaal en dan denk je, shit, dit was echt helemaal niet de bedoeling. Dat heb ik heel vaak. Ik bedoel, je zit eigenlijk nooit relaxed in de zaal als componist. Want, kijk, het is je kindje en je geeft het uit handen. Je hebt er op een gegeven moment geen controle meer over. Als je een popmuzikant bent en een singer-songwriter of zo die zijn eigen song schrijft, dan heb je tenminste nog iets van controle. Maar op een gegeven moment... Ik bedoel, als je ook klassiek componist zo'n stuk schrijft voor anderen, dan moet je het loslaten. En dan zit je in de zaal. En ik bedoel, een eerste repetitie, zeker als het bijvoorbeeld een orkest is wat maar 2 ochtendjes repeteert. Dan zit je in die zaal en dan hoor je eigenlijk altijd alle dingen die niet goed zijn. Een eerste uitvoering is eigenlijk per definitie nooit ideaal. Ik doe het nooit op een optimale uitvoering. Dat kan gewoon niet anders, omdat het... Een stuk heeft gewoon tijd nodig voordat het echt helemaal, dat je al die geheimen van het stuk kan doorgronden. Ja. Dus ik zit nooit relaxed naar mijn eigen muziek te luisteren. Eigenlijk het enige wat opvalt is de kloof tussen wat je hoort en datgene wat je wilde horen of dat wat je had gehoopt te horen. En wordt dat in de loop van de tijd al beter of niet echt? Nee, in principe wel. Maar ik moet zeggen, dat zou wel moeten. Alleen, veel nieuwe muziek krijgt niet een kans om zo te groeien, omdat... Er heerst een soort première cultuur onder de hedendaagse klassieke muziek. Hè? Een componist krijgt een opdracht voor een stuk. Dat wordt 1 keer uitgevoerd en dan verdwijnt het in de ladekast.
En dus de première is dan meteen al de dernière eigenlijk. En dat is eigenlijk heel zonde. En ook inderdaad, een orkest heeft dus echt 3 repetities. En dan moet je het maar doen. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk een dirigent, dus dat helpt een heleboel. En wij moeten heel veel repeteren, want anders dan lukt het gewoon überhaupt niet. En ik moet ook zeggen dat het ook echt een verademing was om met het Dudok-kwartet gewoon te werken. Gewoon een strijkkwartet, dat is natuurlijk veel kleiner dan een orkest. Hè, wat toch een soort log medium is. Dus als je met ze repeteert... Ja, je hebt bijna het idee dat er gewoon veel meer toewijding is. Ze gaan echt voor die muziek. Ze kijken niet op de klok zo van, oh, het is 5 uur, nu moeten we stoppen, want we moeten naar huis om de kinderen naar bed te brengen of dat soort dingen. Het is echt gewoon echt. Je kan met zo'n kwartet veel makkelijker blijven schaven tot je tevreden bent. En dat is wel heel erg een voorrecht voor een componist. Ja. Hoeveel van jullie repertoire bestaat uit een nieuwe muziek, als ik het zo mag noemen? 20%. Zoiets. Ja. Ja, 1 of 2 nieuwe stukken elk jaar, denk ik. Ja. Ja, en dan is het leeuwendeel, toch wel de helft, is dan die klassieke. Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert en Brahms, et cetera. Ja, en dan ook nog wel wat onbekende stukken van vroeger. Ja. Die een beetje onterecht vergeten zijn en zo. En oude hedendaagse muziek, zoals Ligeti. Oh ja. Ja, 20e eeuwse. En wordt er veel voor strijkkwartetten gecomponeerd, nog nieuwe muziek? Heel veel. Ja. Vraag je dat aan mij? Ja, of jullie. Ik zou zeggen dat het juist nu weer heel erg meer in zwang is. Dat er was een tijd dat er relatief minder strijkkwartetten werden geschreven in tijden van de 20e eeuwse modernisme, waar ik het net ook over had. Ja. Juist omdat men dacht, het strijkkwartet is een beetje beladen. Mm-hmm. En als men dan een strijkkwartet schreef, dan zei men, ja, ik heb er alles aan geprobeerd om een stuk te schrijven dat vooral niet als een strijkkwartet klinkt. Ja. Terwijl ik denk, dan moet je niet voor strijkkwartet schrijven. Als je vooral wil dat het niet als strijkkwartet klinkt. Dan maar jij hebt al best wel veel strijkkwartetten geschreven, bijvoorbeeld. Ja, omdat ik, precies. En ik denk, iemand als Jurg Wittmann, een vrij bekend Duits componist, die heeft ook al iets van 5 strijkkwartetten geschreven. Ja. En hoeveel, jij bent volgens mij een componist die van alles schrijft en je bent natuurlijk ook jong. Hoe ver zit alle nieuwe muziektradities? Hoe beïnvloeden jouw werk wat je voor een strijkkwartet schrijft? Je bedoelt met nieuwe muziektradities klassiek? Of? Nou ja, misschien wel pop of weet ik veel wat. Nou, ik probeer een hele open houding te hebben ten aanzien van alle muziek die onderdeel is van de muzikale lucht die we inademen vandaag de dag. Hè. We leven in een tijd waarin veel meer dan ooit tevoren alle denkbare genres en stijlen beschikbaar zijn, van de meest oude middeleeuwse muziek tot de meest nieuwe hedendaagse elektronische muziek en alles ertussenin. Dus ja, ik vind het niet meer dan natuurlijk om als componist van deze tijd dat allemaal in je op te zuigen en gewoon dat allemaal te omarmen en te kijken of jij daar elementen van kunt lenen of stelen en daar weer nieuwe verbindingen in kan zien. En dat is een beetje ook wat je nu heel erg ziet bij de jongere generatie componisten. Er is zelfs nog een generatie onder mij die misschien weer totaal anders is, dat weet ik niet. De echte conservatoriumstudenten. Ja. Maar dus in dat opzicht gelden voor mij niet meer die regels van zo zou hedendaagse muziek moeten zijn zoals dat lange tijd wel is geweest. Ja. En zijn die regels er nog wel in de klassieke muziekwereld? Of vind je... Het begint af te brokkelen, maar in bepaalde landen als Duitsland, Italië, daar is nog heel sterk dat nieuwe muziekklimaat. Waarbij, ik bedoel, mijn muziek zou daar geen kans maken. Daar hebben ze echt nog het idee, muziek moet heel doorwrocht, dissonant. Het moet vooral niet te veel lijken op muziek die mensen kennen. Het mag niet te veel verwijzen naar het verleden. Afijn, het moet vooral heel, echt nieuwe muziekachtig. Hè? De laten we zeggen, de stereotype piepkraknor muziek, als ik het zo even een beetje flauw zeg. Ja, dat is daar toch nog steeds wel heel erg groot in bepaalde landen. Ja. In Amerika niet trouwens. In de Anglo-Saxische landen begint dat wel steeds meer af te nemen. In Amerika was het trouwens nooit heel erg overheersend, die modernistische esthetiek, denk ik. Nee, maar die hebben sowieso minder last van tradities. En dat is het ook. Ja, dat helpt. Tradities zijn hartstikke leuk, als je het maar niet... Echt voor- en nadelen dat ze die daar niet hebben. Ja. Ja. Ik bedoel, er is ook een veel minder grote scene. Je kan... Is dat zo? Nou ja, als wij concerten willen geven in de VS, dan moeten we tussen ieder concert in het vliegtuig zitten. En als we dat hier doen, dan stappen we gewoon in de auto. Dus ik denk dat er hier toch uiteindelijk meer gebeurt, omdat het een Europese traditie is. Ja, maar het is wel, iets wat jij zegt wat in de hele muziekwereld gebeurt. Dat de grenzen eindelijk eens een keertje een beetje opengegooid worden. En dat het niet heel erg is als je als klassiek muzikus ook eens een keer een jazznummer doet of zo. Ja. Is dat nodig volgens jullie?
Ja, nou, niet per se. Ik bedoel, je moet doen wat je leuk vindt. Maar je moet ook kunnen doen wat je leuk vindt. En, ja. Kijk, ja, zoals het is een kwestie van noodzaak. Het is een kwestie van, ja, wie ben jij? In welke tijd? Je bent altijd een product van de tijd waaruit je voortkomt. En ik bedoel, ik ben ook opgegroeid met popmuziek en jazz bijvoorbeeld. Dus dat is allemaal onderdeel. Dat wordt gewoon onderdeel van je muzikale DNA. En ik denk dat dat ook wel voor jullie geldt. Ik bedoel, want er zitten ook hele gesyncopeerde ritmes in mijn stuk die zij ontzettend goed aanvoelen. Ja. En als je soms met oudere muzici werkt, die misschien wat meer nog heel erg klassiek zijn opgegroeid, die hebben dan vaak veel meer moeite met dat soort popachtige ritmes. Ja, we hebben ook wel eens studiosessies gedaan voor nummers van David Guetta of zo. Dan krijg je gewoon een klik en daar moet je dan ritmisch op spelen. Dat is niet zo interessante muziek, vinden wij. Maar je leert er dus wel gewoon strak van spelen. Ja, en wat improvisatie betreft, muzici in de tijd van Haydn en Mozart konden allemaal improviseren. Ja. En in de 19e eeuw werd er vervolgens gezegd, nee, we moeten het allemaal doen zoals zij het hebben opgeschreven. Terwijl zij, de muzici voor wie het in eerste instantie is geschreven, helemaal niet speelden wat er stond. Of niet alleen maar wat er stond. Dus wat dat betreft is het voor ons ook interessanter om los te zijn van bladmuziek soms. Ja. Is het moeilijk voor jullie en voor jullie allemaal om... Om mensen van jullie leeftijd aan te spreken met jullie muziek? Nou, als ze er eenmaal zijn, niet. Het is moeilijk om mensen naar een zaal te krijgen. Ja, we speelden gisteren 4 keer voor een tweede klas van de middelbare school. 4 verschillende klassen. En die hebben weinig belastende bagage. En die vinden het allemaal echt vet wat ze doen. Die vinden het allemaal cool. Ja, die vinden het ook raar. Maar ze vinden, als er een bandje zou staan te spelen, zouden ze het ook raar vinden. Als een DJ zou komen bij hun in de klas, zouden ze dat ook best wel maf vinden. En toch denk ik dat je als klassiek muzikus altijd een achterstand hebt, wat publiek betreft. Ik bedoel, omdat toch, popmuziek is wel echt gewoon de muziek waar de meeste mensen mee opgroeien. Ja. En klassieke muziek, dat heeft toch vaak een drempel, hè? En zeker voor jongeren ook, want daar spelen nog heel veel dingen, andere factoren mee die te maken hebben met lifestyle. En vind mijn peer group dat wel stoer genoeg dat ik naar dit soort muziek luister. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het toch altijd wel, tenminste dat is mijn ervaring, dat je moet ze echt trekken soms gewoon naar dat concert. En dan blijkt inderdaad wat je zegt, dat ze het wel vet vinden. Ja, het werkt als wij gewoon in hun klas komen. Dan is er een soort van veilige omgeving. En dat is dan een school met een goede sfeer. Dus daar vinden die kinderen het gewoon helemaal prima. En ze durven er allemaal iets van te vinden en daarvoor uit te komen. En dat, maar je moet er wel eerst naartoe komen. Ze komen niet vanzelf, het idee om een kaartje te kopen voor een concert met een première. Ja. Of een strijkkwartet überhaupt. Ik wil zo naar het stuk gaan luisteren, want ik denk dat dat leuk is. Ja. Maar misschien zijn er nog mensen in de zaal die heel graag iets willen vragen aan een Dudok of aan Joey of misschien wel aan Imme. Is er iemand met een hele prangende vraag? Of een beetje een prangende vraag? Of gewoon een leuke vraag? Of een vraag? Ze willen luisteren. Oké, dan ga ik nog vragen aan Joey. Kun je misschien vertellen waar voor jou het stuk over gaat? Dat ze straks ik zou zeggen, muziek heeft eigenlijk geen toelichting nodig. Nee. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon luisteren naar dit stuk. Ik weet niet eens wat ze gaan spelen. En het is natuurlijk, u moet zich wel bedenken, dit stuk gaat pas over een week in première. Dus dit is, dat is nog helemaal niet. Eigenlijk mag officieel dit helemaal. Mag het niet, want we spelen alleen de eerste helft van het eerste deel. Ja. Ja. Oké, dan gaan we geen boodschap meer geven, dan gaan we gewoon luisteren. Hooguit zeggen dat het vrij ritmisch pulserende muziek is. Oké. Alles op. Het is wel open deur.
applaus voor Joey Raukens en Emma Drost. En het Dudok-quartet natuurlijk. Nog even heel praktisch, morgen begint de strijkkwartet Biennale, dus ga er allemaal nog heen. Ik las dat al heel veel concerten uitverkocht zijn, maar volgens mij zijn er ook nog allemaal mooie dingen waar je wel naartoe kan. Het Dudok-quartet speelt op zaterdag 1 februari en dan spelen ze het hele stuk van Joey. Koop daar vooral je tickets voor, ik wil er ook graag heen. Heel veel dank voor jullie aandacht. Er zit een consumptiebon in je ticket, dus ik hoop jullie bij de bar te zien. Veel plezier, dankjewel.